Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre, Sus Wierderwijk op dit kanaal weer. En vandaag vergeet je al bijzonders, want we hebben komende woensdag een hele bijzondere dag. Ach, dus ja. Ik liever dingen, ga ik wel. Woensdag gehaktdag. Nee Pierre, aanstaande woensdag is het stemmen voor de tweede kamer. Wat gaan we doen? Stemmen. Momentje. Nou ja. We gaan dus stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, dames en heren. En we zien hier een van de oudste vormen van publiciteit maken. Het ouderwetse aanplekken op een bord. En dan hebben ze hier in de gemeente hebben ze een bord gezet. En... wat ben je tegen doen? Stemmen. Je zegt, we gaan stemmen. Het was van geleden, Jos, maar ik kreeg er nog wat goed aan. Ja, ja. Ah, ah, ah. Pierre. Cecil. Ja. Pierre, we gaan dit stemmen met een gitaar. We gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hier stemmen. Ik ken zo goed de Kamer spelen met dat ding. Ja, weet ik, maar we hebben het niet over gitaar. We hebben het over de Tweede Kamerverkiezingen. Stemmen met een gitaar. Ja. Doe. Wie kennen hoe de Kamer stemmen? Ik was zuster Lu in de huiskamer en doet lekker dat ze hier in de gemeente hebben ze bord gemaakt. Dat doen 30 partijen mee aan de verkiezingen. Ja. En dan hebben ze dat gewoon in 30 delen voor. En er is geen ene affiche wat in het kadertje past. Geen ene affiche past erin. Je krijgt dan dikke bulles niet meer op zijn klein vlak natuurlijk. Ja. Dan dikke bulles. Dat is toch niet de vanorgen dag. Nee. En hetzelfde is met ze hebben immer een aantal jaren hebben ze digitaal gestemd. Ach! Digitaal gestemd. Wat is dat? Ja? Wat is dat? Digitaal stemmen is via de computer stemmen. Ja. In Amerika hebben ze dat ook gedaan bij de afgelopen presidentsverkiezingen. En dan loopt het risico dat ik zo'n computer gehackt word. Ach, dat wat? Was... Gehackt? Ik zie niet, ja, er zitten een paar hacken. Maar... oh, je bent wel lekker. Ja, Pierre, gehackt betekent dat ze inbreken op de computer. Och! Ja, dan breken ze in op de computer. Ze niet inbreken voor te stemmen? Erg is dat daar. Ja. En klauwen ze dan stembiljetten of zo? Nee. Wat heet een inbreker dan? Dat zijn hackers, die breken in op de computer en die kennen klauwen dat... Die klauwen de hacken. Die kennen de uitslag manipuleren. En hoe vermoeden ze dat bij de laatste presidentsverkiezingen in Amerika, dat de Russen de computers in Amerika gehackt hebben en dat daardoor Trump... Het zijn Russische hacken. Kunnen ze bij Fitzgerald ook gebruiken? En de Trump is dus aan de macht gekomen door de Russen die dat gehackt geleverd hebben. Die hebben dat gehackt. En hoe is de vastelovend al voorbie? Ja. En wat over in Amerika loopt nog altijd met die blond pruik rond. Ach. Dat is niet te geloven. En wacht misschien het overvast. Niet te geloven. En hier in Nederland zou hetzelfde kunnen gebeuren met dat hekje, Pierre. Alleen hier in Nederland gaan ze stemmen met een rode potlood. Met een rode potlood en dat ding ook in het... Kleuren. Ja, Vaxke van die kleur, van die voorkeur, kent ze dan rood kleuren. En dan heb ze een geldige stemhoed gebracht. Ha, zwak het meer werk, hè? Het is meer werk, maar het is wel betrouwbaarder, Pierre. Het is betrouwbaarder. Ook bij dingen kennen ze ook wel frauderen, maar niet op de schaal wie dat in Amerika gebeurd is. Op een formule. Dus gewoon op de ouderwetse manier, met de rode potlood kent ze stemmen. En dan hing er ook altijd in dat stembureau, hing erop, potlood niet bevochtigen. Vreugde tegen de lui dat ook, als ze gingen schrijven, dan... Ja, dat wel, voor de koolstof. En dan had ze maar een zwarte tong. Ja, ze maar een zwarte tong. Maar dat hoeft niet, want dat zijn vetpotlood. Ja. En dat kreeg toch niet uitgegund. Maar nu kreeg ze een rooie tong. Dan kreeg ze een beetje rooie tong, maar de steed potlood niet bevochtigen. Niet bevochtigen. Niet bevochtigen. Niet bevochtigen. Waarom niet? Omdat het niet nodig is. Dan wordt het slagje te groot. Dan wordt het en dan hengt ze bij de tweede misschien in de gardinen. Ja, en dan duwt ze daar door het stemformulier nog één en dan is de stem ook niet geldig. Niet dus dames en heren, gewoon met de potlood stemmen. Goed stemmen, want het is een democratisch recht wat voor hier in Nederland hebben. Denk aan, je mag ze nog stemmen. Er zijn niet veel landen in de wereld, dan mag ze hier raar eens niet stemmen. Dan hebben ze totaal geen fluit te vertellen. Ach, hier wel. Ja, toes heb je geen fluit te vertellen, maar de kans hier nog gaat stemmen en dan heb je ook nog een klein beetje inbreng op hetgeen wat straks in de Tweede Kamer zit. Dus aanstaande woensdag, dames en heren. In de Vuurkamer. Een groot stemmen. Maak gebruik van uw recht. En hier is ook de spreuk van deze wijk op gebaseerd. Als een poster niet in een kader kan plakken, dan mag je ook niet aan de potlood lekken. Dit wordt weer. Tot de volgende keer.
Wie kreeg het verder? En wie kreeg het verder? Ja, dat is normaal. Dat mocht niet lekker. Niet lekker in de poort. Weet je wat ze nog eens doen, Pierre? Ja. Dan pak ze de gitaar en geeft ze en zegt, we stemmen hier. En dan zing voor het liedje naar buiten. Loop in het struikgewas. Buiten in het struikgewas. Allee, 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 allee. Ik doe het voorspellen. Deze steek nog zingen aan. Als ik stop, dan begint ze weer te zingen. Allee, 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 allee. Ja, nu dicht. Ik ga leverwoordig stemmen, Pierre. Stem nog maar, ik ga door. Vind je niks? Ja, nee, ik vind het niks.